Budgetteren is een belangrijke manier om met de beschikbare financiën rond te kunnen komen. Er zijn veel voordelen hieraan. Als je bijvoorbeeld goed kan budgetteren, valt een grote mate van bezorgdheid weg, waardoor dat helpt gezonder door het leven te gaan. We spreken hierover met mevrouw Wijngaarde Mathurin. Heel eenvoudig, het klinkt ingewikkeld. Budgetteren is gewoon werken met een begroting. En dat wil zeggen, alles opschrijven wat je ontvangt en wat je uitgeeft. Dat is heel eenvoudig uitgelegd, budgetteren. Ik hou me bezig met budgetteren om twee redenen. Ik ben opgegroeid in een arbeidersgezin, zoals ik zei. We pinaden dus niet, maar het was geen vetpot. Maar ik heb gezien hoe mijn ouders de eentjes aan elkaar moesten knopen. En ik heb dus bij mijn vader als eerst gezien dat hij alles opschreef. En we zagen, naarmate de jaren vorderden en heeft kansen gepakt, dat we het steeds beter kregen. In mijn eigen gezin heb ik dat ook overgenomen. En ik had op vrij jonge leeftijd hadden we een huis. Het is al jaren geleden helemaal afbetaald. We konden elk jaar op vakantie gaan. Ik moet zeggen, mijn kinderen klaagden het hele jaar door, want ze kregen veel minder zakgeld dan al hun vrienden. Maar bij de vakanties hadden ze de tijd van hun leven. En nu denken ze met plezier terug aan al die vakantie die we samen konden doorbrengen. Dus voor iedereen is het verschillend. Maar een eigen huis bijvoorbeeld, doelen stellen, maakt dat je dus heel bewust met je geld omgaat. En dat je niet de duurste patta nodig hebt of duurste telefoontoestel. Ik stel voor, mensen, om 1 oktober te starten. Voordat je geld hebt ontvangen, schrijf op alles wat je hebt aan uitgaven. Je huur, of hypotheek, of aflossingen, je benzine, je telefoon enzovoort, zakgeld, busgeld. Alles schrijf je op. En dan hou dat 3 maanden aan, gewoon alles opschrijven. En dan weet je na 3 maanden precies waar je geld naartoe gaat. Want elke maand kan je iets anders bij hebben. Maar na 3 maanden heb je een goed overzicht van alles. En dan weet je precies hoeveel je geld je nodig hebt. En dan weet je ook hoeveel je eventueel tekort komt. En je ziet ook direct waar je kan bezuinigen. En dan wil ik het direct hebben over roken. Begin dat te schrappen, mensen. Er gaat veel geld in roken en je beseft het niet. Net als alcohol of suribet. Dus dat is ons advies. Inzicht krijgen in alles wat je verdient en uitgeeft. Budgetteren is belangrijk om te weten waar je geld naartoe gaat. Budgetteren is belangrijk dat je een gezond financieel inzicht hebt voor jou, je gezin. Het is belangrijk omdat je weet hoe je eventueel kan sparen, wat tegenwoordig een probleem is. Maar er zijn toch nog mogelijkheden voor bezuinigingen als je inzicht hebt waar al je geld naartoe gaat. En waarom dit programma, een heleboel mensen hebben financiële problemen. We zullen het niet hebben over de oorzaak. Maar een feit is dat mensen stressen door geldgebrek. En iedereen weet, en sommigen weten het niet, maar stress kan jou ziek maken. Ga nooit naar de winkel zonder een boodschappenlijst. Anders loop je kans om onderdag iets te pakken dat je niet op dat moment nodig hebt. Met chatteren moet je vooral deze tijd strak doen. Dus die bonnen, thuis schrijf je dus in je huishoudboekje alles op. En we gaan een modelhuishoudboek via deze dienst beschikbaar stellen. Je schrijft alles op. We weten, die prijzen kunnen echt veranderen. Maar dan heb je alvast een beeld van wat je uitgeeft per maand aan eten, aan drinken, aan schoonmaakmiddelen, hè, toiletspullen, toiletartikelen, hè, deodorant en badzeep enzovoort. Het is belangrijk dat je echt elke cent, bij wijze van spreken, moet je weten waar je het aan hebt besteed. Probeer in praktijk te brengen wat ik vertel. Hou alle uitgaven bij.
Ga niet zonder een boodschappenlijst de deur uit. En pin niet zomaar. Pin wat je nodig hebt. En probeer te planten. Alle beetjes helpen. En het kan nog leuk zijn ook als je met je gezin plant. Het is ook leuk om te zien hoe die dingen groeien. En probeer je kinderen te leren om met een budget te werken en te sparen. Nou is sparen op dit moment bijna onmogelijk. Maar het is ook belangrijk. De tijden gaan beter worden. We weten het. Ik ben ervan overtuigd. Je spaart voor een perceel om aan te kopen of een auto. Of voor je oude dag. En een laatste tip. Ga na als je met een partner woont. Wie het beste met geld kan omgaan. Het is bewezen dat vrouwen kunnen over het algemeen beter met geld omgaan dan mannen. Bij mij thuis was het ook uitzonderlijk. Mijn vader kon beter met geld omgaan, dus hij deed dat. Maar ga dat na. Eind van de maand, zit samen. En voordat je 1 cent hebt uitgegeven, weet op papier hoeveel de kosten zijn. En dat hou je aan, elke maand. En dan zie je waar je kan bezuinigen.